Welkom bij Waarmakers, de podcast van Agmea over innovatie en duurzaamheid. Hoe wonen, werken en reizen wij morgen? En wat betekenen nieuwe technologieën voor de maatschappij? Ik ben Telita Musse en in deze serie ontmoet ik mensen die hun mouwen opstropen om hun blik op de toekomst realiteit te maken. Waarmaker. Voor deze aflevering van de podcast ben ik in Utrecht, bij een man die ooit, net als ik, begon als jongerenactivist. Maar vervolgens uitgroeide tot een van de meest eigenzinnige duurzame denkers van Nederland. Hij was zelfs in Utrecht een van de eerste mensen die een negatieve energierekening had. Of de eerste bewoner die een negatieve energierekening had. Ik ga in gesprek met Robin Berg. Hallo. Hi Robin. We, staan hier, we kwamen hier aanrijden. En ik dacht: is dit nou een woonhuis of is het een kantoor? Uh, allebei. Ja. Um, waar we nu zijn is uh, ons bedrijf, maar hier direct naast uh, zit ons woonhuis. Dus we hebben letterlijk kantoor aan huis. Ja. En uh, ondernemen uh, eigenlijk vanuit, uh, ja. vanuit huis. Ja. Hoe lang is, is het speciaal hiervoor ook gebouwd? Heb je dit mede gebouwd? Ja, dit is ontworpen? tien jaar geleden um, aan ons huis uh, gebouwd. We wonen hier al twintig uh, jaar. Ja. Um, maar het bedrijf groeide, dus we hadden letterlijk meer ruimte nodig. En uh, deze gelegenheid diende zich aan. Ja, laten we daar gelijk even induiken. Het bedrijf groeide. Heb je het dan over We Drive Solar? Of je hebt al ook eerdere bedrijven en initiatieven opgericht... die ja. te maken hebben met duurzaamheid en energie. Vertel, waar Klopt. is het begonnen? Ja, de we Drive Solar bestond tien jaar geleden nog niet. We hadden toen uh, bedrijf Lombox Wat uh, be begonnen was als een internetbedrijf. We hadden een eigen glasvezelnet uh, aangelegd in de wijk Lombok in Utrecht. Um, en vanuit dat bedrijf zijn we met zonnepanelen aan de slag gegaan. Ja. We hebben uh, deze school hierachter, was de eerste school in de provincie Utrecht uh, met zonnepanelen op het dak. Ja. Zijn er ook je kinderen naar school gegaan? Ja, ja, zeker. Okay. Ja, dus die lijnen waren heel kort. Goed lijntje met het schoolbestuur, <laughs> ja, dat helpt. precies. Ja. Um, en uh, na deze school hebben we nog 25 andere schooldaken ook volgelegd. Ja. We hebben inmiddels 10.000 zonnepanelen in beheer op ja. een groot aantal daken in de ja. stad. Maar hoe kom je als internetondernemer? Dus je komt uit het internet, hè? dat is ook jouw specialisme. IT, daar ben je ook ooit in afgestudeerd. Nee, ben je opgeleid? Nee, ik heb niet je, heb je ik heb sociale geografie. Oh, Oké, okay, okay. ja. okay, dus je gaat van sociale geografie naar internetondernemer. Ja. En hoe kom je dan toch? in de energiewereld terecht? Hoe kwam je op het idee om met die zonnepanelen aan de slag te gaan? Nou, die zonnepanelen, dat was er altijd wel al. Want okay. al voordat we hier uh, woonden... had ik inderdaad mijn huis, uh, mijn vorige huis helemaal volgelegd... Uh, met veertig uh, zonnepanelen. Dat was ruim twintig jaar geleden. Dus die duurzaamheid, dat, ja. dat zat er altijd wel in. Alleen, er was eigenlijk uh, toen we met uh, Lombox net begonnen... nog geen uh, bedrijf mee op te zetten. Er waren nog ja. geen uh, regels waarmee je... Uh, Slim kon ondernemen met zonnepanelen in Nederland. Precies. Oké, okay, en toen vervolgens uh, zei je net, Lomboxnet, dat ja. was eigenlijk je eerste onderneming uh, hier in Utrecht ook ja. begonnen. Ja. Ja. Wat maakte het toen al wel dat je een, een business kan? Dat dus je dacht van, hey, volgens mij is dat wel de toekomst. Wat, wat zag je gebeuren op dat moment? Waarom stapten andere ondernemers, andere bedrijven daar nog niet in? Nou, de, je, zeg maar, zonnepanelen op je eigen dak waren toen al wel rendabel voor particulieren, maar de wat grotere daken waren nog heel lastig. Uh, je had de eerste subsidieregelingen vanuit de overheid, maar die waren, die waren nog heel beperkt. En zonder energie kon er eigenlijk telkens mis, zeg maar. Um, en wat wij hier gedaan hebben, in eerste instantie op die basisscholen, is gewoon de salderingsregeling gebruikt. En een beetje de grenzen daarvan opgezocht, zodat we net wat grotere ja. daar konden volleggen. Ja, en even voor iedereen om uit te leggen, de salderingsregeling, dat gaat over... Terugverdienen. Dus ja. op het moment dat je zelf. Kun je dat even toelichten? Ja, dus dat je. salderen ja. betekent dat je evenveel uh, geld krijgt. voor de stroom die je teruglevert. dan wat je, je hebt zelf ja. uh, uit het net haalt. En daarmee is het voor particulieren. Was het al heel lang interessant om zonnepanelen neer te zetten. En konden wij het voor basisscholen ook net rendabel maken. Ja. Nou, later is de subsidieregeling beter geworden. voor zonne-energie. en toen. Uh, konden wij ook de. Daak ja. van middelbare scholen. volleggen. Ja. En dat is stap voor stap zeg maar, de basis geweest waarom er nu heel Nederland vol wordt gelegd met zonne-energie. Ja. Ja. Ja, een van de uitdagingen in de energietransitie is natuurlijk hoe slaan we de energie op? Ook op het moment dat de zon niet schijnt, de wind niet waait. Uh, we Drive Solar is daar een oplossing voor. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. ja, we zijn eigenlijk al een aantal jaar geleden gaan onderzoeken: is die autobatterij geschikt om die opslagfuncties te vervullen in die verduurzaming van de energietransitie? Um, en dat blijkt zo te zijn. Je hebt eigenlijk maar relatief weinig auto's nodig om een hele stad of zelfs een heel land op ja. uh, duurzame energie te laten draaien. 24 uur per dag. Dus overdag zonne-energie opslaan in die auto, s'nachts windenergie uh, gebruiken. Um, en met maar 10.000 auto's zou je bijvoorbeeld al een hele stad als Utrecht, alle huishoudens, ja. 24 uur per dag. Van duurzame energie kunnen voorzien vanuit ja. de autobatterij. Ja. en dan kunnen ze tegelijkertijd die 10.000 auto's rijden, die kunnen hun ding doen, die wordt tegelijkertijd opgeladen. Ja. En ze kunnen ook nog eens alle huishoudens, ja. eh, als, en, maar dan moeten ze aan een paal worden gekoppeld, omdat. Ja, er is geen huishoudensleven. Dus die hebben wij ontwikkeld samen met een uh, aantal partijen. Um, maar die autobatterij uh, wordt zo groot dat je eigenlijk voor je dagelijkse ritje in Nederland maar een kwart van de batterij gebruikt om mee te rijden. Ja. En driekwart van diezelfde autobatterij is voldoende om een compleet blok huizen van energie te voorzien. Ja. Dus een enorme witte opslag staat gewoon 9 uh, ja. van de 10 uur niks te doen. Ja. Um, en het enige wat je nodig hebt is een slimme techniek om die batterij niet alleen slim op te laden, maar ook te kunnen ontladen. Ja. En daarvoor hebben we samen met de andere partijen standaarden ontwikkeld en de juiste techniek nu ja. beschikbaar gemaakt. Ja. Maar als we dan bijvoorbeeld Utrecht nemen, hoe ver zijn we dan nu daarin om tot die 10.000 auto's te komen en de voldoende infrastructuur, dus de laadpalen ja. en het net, om dit te kunnen realiseren? Waar staan we dan nu en hoe komen we daar? Ja, nou, we hebben van de gemeente de opdracht gekregen om die laadpalen nu in de stad uit te rollen. Ja. We werken intensief met de netbeheerders samen om ook die communicatie tussen de netbeheerders en die laadpalen in te regelen. Uh, we hebben nou, toevallig deze week onze 250ste laadpaal neergezet. Gefeliciteerd, mooi. Uh, dus dat zijn al 500 laadpunten. Dus daarmee kunnen we al echt uh, van ja. start. Eind dit jaar hopen we op uh, bijna 500 uh, uh, laadpalen. Ja. Uh, dus bijna duizend laadpunten ja. te zetten. Ja. Dus we zijn echt flink aan het uh, opschalen. Ja. Wat belemmert het nu nog? Dus wat belemmert de versnelling? Want het klinkt gewoon als een fantastisch idee. Ik denk ook dat hiermee de energierekening wordt zelfs nul of negatief. Uh, Klinkt geweldig, maar er zullen vast nog belemmeringen zijn waarom we dit niet uh, groot collectief uh, aanbesteden, bijvoorbeeld als overheden. Ja, wat, uh, waar lopen we toch nog tegenaan? Nou, er zitten nog wat dingetjes in de energiewetgeving die anders moeten. Dus als je ja. energie gaat terugleveren, dat je dan ook bijvoorbeeld je energiebelasting terugkrijgt. Ja. Uh, want je hebt de stroom niet gebruikt, je hebt hem alleen tijdelijk opgeslagen. Um, iets anders ja. wat nog moet gebeuren is, wij, wij werken nu met een zesval voor samen. Ja. Um, maar dat, daar hebben we echt nog wel meer nodig. Ja. Dus voor moeten ja. met auto's gaan komen die diezelfde techniek ook aan boord hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld die energiebelastingen, als je daar natuurlijk aan gaat moren, dan zegt misschien de overheid van nee, maar dat is een leuke belasting dat zijn inkomsten voor ons. Ja. Normaal gesproken, hè? die ja. extra belasting op wat je teruglevert. Jij zit natuurlijk ook in een onwijs krachtenveld. Dus je hebt innovaties, je bent een ondernemer, maar je loopt tegen ook gevestigde belangen aan in een krachtenveld. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe overtuig je hen van we moeten dit toch gaan doen? Ook al gaat het op korte termijn, misschien zelfs jullie wel geld kosten. Nou, ik denk dat de overtuiging zit hem in de kracht van het idee. Ik bedoel, iedereen snapt dat als je als Nederland straks voor 80% op zon en wind draait, hè, wat gewoon in het regeerakkoord staat, dat gaat gebeuren. Ja. Um, dat je dan opslagsystemen nodig hebt. Ja. Um, en dat kan met waterstof, dat kan met uh, batterijen. Uh, daar heb je allerlei technieken voor. Uh, maar die autobatterij is daar een hele kansrijke optie in. Ja. Um, en dat betekent dat die dus gefaciliteerd moet worden... om die rol ook te kunnen gaan vervullen. Dat iemand die zo'n auto heeft daar ook voor beloond wordt... Ja. Uh, om die batterij beschikbaar te maken. Nou, dus en dat gaat altijd langzamer dan je wil. Hè? Dus de wetgeving loopt ja. altijd een paar jaar... Uh, en soms wel meer dan een paar jaar achter... Ja. Maar we vinden wel een luisterend oor in Den Haag en in de politiek om hier gewoon echt uh, een, 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 ja, dat te veranderen. Ja. We hebben het ook over waarmakers in deze podcast. Jij bent, jij bent er echt eentje, lijkt mij. Je zet je al decennia eigenlijk in voor die verduurzaming uh, als ondernemer. En ook opinierend uh, uit je ook. Uh, ja. Eigenzinnige uh, denker in dit, in dit thema. Wat is volgens jou een, een echte waarmaker? Um, nou, ik denk dat er heel veel mensen. Beheers zijn, hè? dus we willen altijd één naam horen ja, van ja, ja. Ja, die. Of lijstjes, maar die lijstjes of Lijstjes, precies, ja, ja, ja. top 10 of de duurzame top 50. Ja. Uh, en weet je, ik haal zelf veel inspiratie ook, natuurlijk, uit mensen als Elon Musk, die ook gewoon zeggen: van nou, dit ja. gaan we gewoon doen. En uh, de hele wereld uh, werkt hem tegen en dan gaat het gewoon toch door. Ja, precies. Uh, met volgens vele onrealistische doelstellingen... maar hij gaat ze gewoon één voor één halen, zeg maar. Moet, moet je ook een soort van die oogkleppen hebben als ja. je uh, ondernemer bent... met gewoon een goed idee en uh, de is ja, dus nog je, niet je, klaar het, voor? Het, het, het idee moet wel ergens realiteitszin hebben, zeg maar. Maar, um, zeg maar al voordat je je eerste raket hebt gelanceerd... zeggen dat je naar Mars gaat, zeg maar. Ja. Ja, dat is redelijk absurdistisch. Maar dat soort lange termijn doelen heb je wel nodig. Ja. En nou, inmiddels heeft hij al meer dan 100 raketten gelanceerd en is hij het grootste lanceerbedrijf ter wereld. Ja. Um, maar dat kan alleen maar omdat hij al voor dat eerste moment die auto's had. Het ook waar maakt eigenlijk, ja. hè? Ja. En dus, weet je, dus wij zijn nu nog redelijk, als je het wereld op wereldschaal bekijkt, kleinschalig bezig met deze techniek. Um, maar onze verwachting is, nu die standaard er is, nu die techniek er is, dat er over een paar ja. jaar een aantal autofabrikanten met dit product uh, ja. in hun auto's gaan komen. En dan kan het in één ja. heel groot worden. Wat is jouw belangrijkste wapenfeit tot nu toe? Waarmee zeg je van dit is het bewijs in wat wij hebben gedaan dat het werkt. Daar ben ik het meeste trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Nou, Er is inmiddels vrij veel onderzoek ja. die heeft aangetoond dat, dat dit idee heel kansrijk is. Hè? Dat het misschien wel kansrijker is dan uh, heel veel waterstof maken als opslagmethode. Omdat batterijen die in auto's zitten, die zijn ja. er al. En het enige wat je doet is ze ontsluiten. Dus de investering is, is vrij laag. En de techniek batterij eh, heeft heel weinig verlies. Hè. Dus ja, ja. Eh, die, die wordt zo zeg goed. je ook, het heeft echt aantoonbaar dus veel meer voordelen dan die waterstoftransitie. Want daar zie je ook nu heel veel nou, lobbyen op, om het maar zo zeggen. Ja. Uh, veel partijen die daarvan overtuigd zijn, ook veel, veel van de huidige bijvoorbeeld gaspartijen, uh, die, die vol willen insteken op die waterstofkant. Ja. Uh, dat is ook een van de dingen die ik me afvroeg bij dit concept. Uh, ik snap, huishoudens zou je hier allemaal mee kunnen voorzien van elektriciteit. Maar kan je ook bijvoorbeeld inderdaad hoogovens, een industrie, een havengebied Rotterdam, waar ik uh, vandaan ja. kom. Zou dat ook uh, in de toekomst met dit netwerk, uh, met deze manier van energie delen, van energie kunnen worden voorzien? Nee, zo maar echt, echt voor de zware industrie, ja. he, daar ja. heb je gewoon waterstof van nodig. Nee, ja. Omdat ja. die energieintensiteit, die haal je niet met stroom. Nee. Dus dat, je moet gewoon letterlijk waterstof ja. verbranden... Om, ja. in plaats van gas te verbranden, zeg maar. Ja. Um, maar al het andere wat gewoon op elektriciteit werkt... Ja. Uh, dus transport, uh, uh, tot en met vliegtuigen aan toe... Um, die zullen uiteindelijk gewoon gaan elektrificeren. Ja. En daarvoor heb je balancering nodig. Dus op het moment dat mensen het licht aandoen of de computer aanzetten... of de televisie of stroom nodig hebben, ja, dan heb je buffers nodig... die dat ook op dat moment kunnen leveren als er geen zon en wind is. Ja. Um, nou, batterijen zijn daarvoor eigenlijk het meest geschikt. Ja. Uh, die kun je gewoon stationair neerzetten. Dat gaat ook op grote schaal gebeuren. We hebben het zelf ook hier gedaan bij de jaarbeurs. Hebben we hebben uh, een grote stationaire batterij neergezet... om ook daar ervaring mee op te doen. Ja. Um, maar de omvang is zo groot dat die autobatterij... eigenlijk daar een hele grote kans heeft. Ja, dus het blijft eigenlijk in die combinatie. Dus ja. Voor sommige dingen heb je dan misschien waterstof nodig... de rest ja. kan elektrisch... Robin, nog even over jouw missie. Als je dit hè, van Utrecht naar heel Nederland wil doortrekken, dan heb je ongeveer anderhalf miljoen van jouw laadpalen nodig. Ja. Om dat te bereiken, dat kan je niet alleen. Daar heb je onwaarschijnlijk ook partners voor nodig of samenwerkingsverbanden. Wie zijn er in jouw natuurlijke bondgenoten in deze missie? Ja, nee, zeker. Want er zijn heel veel partijen die hebben natuurlijk eigenlijk een vergelijkbaar belang en die hebben we al vrij vroeg opgezocht. Um, en dat was uiteraard de gemeente. Want de gemeente heeft allerlei ambities op het gebied van schone lucht, ja. duurzame mobiliteit. Dus de gemeente Utrecht heeft ons enorm uh, geholpen al vanaf het begin. Uh, maar ook partijen als de netbeheerders, steden hier. Uh, en de landelijke netbeheerders in uh, Elaat. Uh, die zijn heel erg bezig ook met het elektrisch rijden. Ze zien al die auto's op hun net uh, ingeklikt worden. Ja. We willen dat eigenlijk meteen vanaf het begin zo slim mogelijk inregelen. Dus daar werken ja. we heel veel mee samen. Gaat het dan soepel? Want dat zijn enorme uh, organisaties. Uh, netbeheerders, nou, we staan ook bekend uh, de publieke organisaties. Een beetje licht ambt, ambtelijk verleden natuurlijk. Uh, is, dat, is dat als snelle ondernemer? Hoe werk je daar goed mee samen? Nou, je moet uiteraard de juiste mensen binnen dat soort grote organisaties vinden. En dat ja. lukt niet in één keer. Dus je moet niet na het eerste telefoontje alweer. Uh, ja. Stoppen. Nee, je moet niet naar het loket zeg maar, um, gaan en want dan. Je moet wel, uh, ja. Uiteindelijk vind je ze wel, want ze hebben echt hetzelfde belang. Uh, want als je elektrische auto's dom gaat aansluiten op het elektriciteitsnet, dan moet die ja. netbeheerder gigantisch gaan investeren. Ja. Terwijl als je dat slim doet, dan ontlast je ze zelfs een stukje van hun investeringen. Ja. Dus, um, maar die hebben we gevonden. Um, sterker nog, ze hebben dat zelf ook zijn ze dat gaan organiseren in uh, dat e uh, samenwerking. Um, nou, en zo zijn we eigenlijk stap voor stap ook met autobedrijven gaan praten van uh, hoe kun je die auto, die nu onderdeel is van het probleem ja. met de elektrische auto, juist onderdeel maken van de oplossing. Ook daar zijn veel, ja, er zijn veel uh, gezamenlijke belangen te vinden. Um, maar ook in de projectontwikkeling. Dus ja. projectontwikkelaars bouwen nieuwe huizen in de stad. Maar willen eigenlijk niet meer zoveel parkeerplaatsen daarbij realiseren, omdat die duur zijn. Ja. En ze ook wel zien dat het autobezit in de stad af gaat nemen. Ja. ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Als je kijkt naar stedelijke problematiek, inderdaad, naar file, naar steeds meer autoluwe zones. Ja. Je wilt tegelijkertijd wel uh, al die elektrische auto's hebben voor die opslag. Zijn dat dan deelauto's? Zijn dat dan, is dat dan collectief bezit? Uh, hebben wij dan zelf geen individuele voertuigen meer, maar schaft inderdaad de gemeente al die uh, auto's aan? En uh, kan je daar abonnementjes opnemen? Hoe. Hoe ziet dat er uh, idealiter uit? Nou, ik denk zeg maar dat autobezit in de stad dat gaat echt uh, fors uh, afnemen um, en uiteindelijk zullen de meeste mensen die in de stad wonen geen eigen auto meer hebben, omdat er goede alternatieven zijn. Omdat we, ik bedoel, je ziet dat nu al, um, we gaan gigantisch veel meer fietsen. We fietsen al heel veel, maar dat groeit alleen maar. Um, dat betekent dat je eigenlijk niet meer dagelijks een auto straks nodig hebt als je in de stad woont en werkt, zeker niet. Um, en wij denken, en dat zal niet de gemeente zijn die dat aanschaft, maar gewoon bedrijven zoals uh, we Drive Solar. Uh, dat bedrijven zoals ons bedrijf dit gewoon gaan aanbieden. Ja. Op een dusdanig niveau dat mensen zeggen: van, ah, dit is veel slimmer om het die, op die manier te doen. Ja, dus zodra er ook auto's komen tegen een beschikbare prijs, hè, dat je die auto's kan aanschaffen en dat je dan op die manier die mobiliteit ook faciliteert? Ja, ja we hebben nu bijna 100 auto's beschikbaar ja. voor onze klanten. Ja. En uh, je kan vanaf 89 euro even reclame maken, zeg maar instappen <laughs> op ons verhaal. Ja. En dat is voor veel mensen veel aantrekkelijker dan een eigen auto hebben. Ja. Een eigen ja. auto kost al snel 400, 500 euro per maand. Ja. Terwijl bij ons kun vanaf 90 euro Tesla rijden. Ja. En nog even uh, ook over jouw ondernemerslessen... en wat je net vertelde over hoe vind je de juiste mensen... binnen grote organisaties om ja. mee samen te werken. Ik denk dat dat voor heel veel ondernemers... Interessant zou kunnen zijn om te horen, hoe zie je dat? Hoe, ver, hoe verbind je met mensen? Heb je daar heb je daar een neus voor? Kijk je eens in de ogen. Is er iets waar je, ga je praten over de kinderen? Of wat is zeg maar, de manier om uh, te vinden waar zit die gezamenlijke missie met iemand die bij een heel ander soort organisatie werkt? Ja. Hoe doe je dat? Nou, ik, ik denk zeg maar, dat, dat wat heel belangrijk is, is dat je idee duidelijk kan uitleggen. Bij ons was dat: we gaan uh, uh, elektrische auto's en met die auto's gaan we ook het energiesysteem van de toekomst bouwen. Ja. Door die auto ja. batterij als buffer te gebruiken. En gewoon te zoeken naar mensen die zeggen van hé hey, maar dat vind ik een goed idee. Ik, wil daar, uh, ik heb daar een belang bij of ik wil daar uh, aan meewerken om dat te gaan realiseren. En daar ook niet van af te wijken. Dus niet te zeggen van als bij de eerste bestie voorbij gaan. Ja, maar moeten we dat wel met auto's doen? Kunnen we dat niet beter met fietsen doen? Of wel te luisteren naar argumenten om je eigen idee verder te verbeteren. Ja. Um, maar wel vast te houden aan je eigen idee en daarmee verder te gaan. Ja. Is dat ook iets wat je zou kunnen beloven? Stel dat we zeggen, we gaan over een aantal jaar uh, met de Waarmakers Podcast komen we terug. Wat zou je dan willen zeggen als, als challenge voor jezelf? Van nou, dit ga ik binnen nu en vijf of tien jaar ga ik waarmaken. Ja. Heb je dan zo'n zo stip aan de horizon? Jazeker, we willen een dekkend netwerk van elektrische deelauto's in Utrecht hebben. Ja. Die tegelijkertijd dus de schone mobiliteit zijn voor de bewoners van de stad. En ook de basis voor het energiesysteem van de stad. Ja. En we zijn actief in bijna alle steden in Nederland met hetzelfde concept. Mooi. Um, we hadden het ook net eventjes, voordat we live gingen over jouw kinderen. We hoorden ook de kinderen op de achtergrond uh, spelen. Zijn dat de waarmakers van de toekomst? Jij ja, eigen kinderen vertelde je, die lopen al mee in de klimaatmarsen. Wat verwacht je van hen, van de jonge generatie? Wat moeten zij gaan waarmaken? Wat is hun opgave? Ja, nou, het, het moet een beetje het komende decennium gaan gebeuren eigenlijk. Hè? Willen we nog uh, kans maken om hem even zo uh, te benoemen? Is, is, dat, is dat bezorgd? Zeg je dat vanuit bezorgdheid? Want het is er op of eronder te komen. We hebben, we hebben nog maar tien jaar. Ja, nee, ja. Dat, daar zit zeker bezorgdheid in. En de huidige jonge generatie is daar natuurlijk echt een woordvoerder van. Uh, dus die stem die moet uh, echt vrij hard uh, klinken, zeg maar. Um, maar we kunnen het daar niet neerleggen. Van uh, ah, jullie zijn de jonge generatie, nu is het jullie probleem. Want. Um, omdat het dit decennium uh, gefixt moet zijn, ja. um, is het aan ons allen om dat samen uh, die solidariteit aan de jonge generatie ook waar te maken. Ja, dus jij blijft doorgaan. Ja, absoluut. Ja. Dankjewel, Robin. Ja, dankjewel. Ben je nou benieuwd wat Achmea en haar merken doen om een toekomst met duurzame mobiliteit waar te maken? De experts vertellen hier meer over op achmea.nl/waarmakers. Namens het Innovatieteam en mijzelf heel erg bedankt voor je aandacht en tot de volgende aflevering.